Zo op het eerste oog lijkt een papiervisje op een zilvervisje en op een overvisje. En hoewel deze drie soorten tot dezelfde familie behoren, stellen ze compleet andere eisen aan hun leefomgeving. De naam visjes danken deze insecten aan hun snelle, kronkelende bewegingen. Het papiervisje is een vleugelloos insect dat 10 tot 15 mm lang kan worden. De kleur is grijzachtig tot donker en op de rugzijde komen grijze schubben voor. Deze kunnen ze verliezen, waardoor de papiervisjes licht van kleur worden. Maar na een vervelling komen de grijze schubben weer terug. Papiervisjes ontwikkelen zich prima bij kamertemperatuur en ze zijn dus uitstekend aangepast aan het leven in onze moderne woningen. Ze zijn lichtschuw en ze verschuilen zich daarom graag achter plinten. Achter kasten en schilderijen. Papiervisjes kunnen drogere omstandigheden overleven dan zilvervisjes. En water kunnen ze rechtstreeks uit de lucht opnemen. En dat is de reden dat ze vaak worden aangetroffen op warme, vrij droge plaatsen. Maar ook in centraal verwarmde badkamers, in toiletten en in keukens. Op andere plaatsen in huis, bijvoorbeeld op zolder en in boekenkasten. Is voor papiervisjes altijd wel iets te vinden dat ze kunnen eten en verteren. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit koolhydraten en eiwitten. En zij vinden dat vooral in behangplaksel, in etsen en boeken en zelfs in dode insecten. Wanneer papiervisjes in grote aantallen voorkomen, kunnen ze aanzienlijke schade veroorzaken aan behang, aan boeken, postzegels. En etsen. Ook producten die van synthetisch materiaal gemaakt zijn, zoals kleding, zijn niet veilig voor papiervisjes. Om papiervisjes goed te kunnen beheersen, is het van belang er zeker van te zijn dat het ook werkelijk papiervisjes betreft. Laat ze daarom determineren: zijn het wel papiervisjes? Ga niet zelf met chemische middelen aan de gang, maar neem contact op met een professioneel bestrijdingsbedrijf. Maatregelen die u zelf kunt treffen, zijn onder meer het invriezen van materialen en het opslaan van uw archief in plastic boksen. Niet alle problemen zijn even eenvoudig op te lossen. Neem in het geval van hardnekkige problemen daarom contact op met het KAD.